hier is Wouter. Welkom bij deze video. Mijn weekend is begonnen. En weet je wat het voordeel is aan weekend? Je bent lekker vrij en je kan lekker uitrusten. Het enige nadeel aan weekend is, het gaat ook weer voorbij. Dat vind ik nou het enige nadeel aan weekend. Het weekend, altijd positief. Enige nadeel is, het gaat weer voorbij. Dat is dan weer jammer. Maar goed, als het weekend is en je hebt de hele week hard gewerkt, dan heb je wel eens de behoefte aan een biertje. Tenminste, heb ik altijd. Nou heb ik ook wel eens de behoefte, als het nog geen weekend is, aan een biertje. Eigenlijk heb ik elke dag wel de behoefte aan een biertje. Maar ik dacht bij mezelf van, Wouter, laat ik weer eens een nieuw biertje proberen voor een video. En dit is dan Amstelbier. En ja, Amstelbier kennen we wel eens. Tenminste, Amstelbier kennen we. Maar dit is Amstelbier blond. En ik heb nog nooit Amstelbier blond gehad. Dus ik dacht van, ik hou van blond. Dus laten we eens een keer blond bier proberen. En dit is Amstelbier blond. En blond bier, blonde vrouw. Nee, dat slaat nergens op. Blond bier, blonde vrouw wil ik zeggen, maar dat slaat nergens op. Maar goed, laten we dat biertje eens proberen. Oké, we doen hem open. En we nemen een slokje. Het smaakt ook blond. Het smaakt een beetje hetzelfde als iemand die blond is. Het heeft echt een puur blonde smaak. Je proeft de blonde smaak heel goed. Dit is gewoon echt een blond biertje. Kijk, als je een slokje neemt, dan proef je gelijk blond. Het heeft echt een blonde smaak. Dus dat is weer het voordeel. Blond bier, blonde smaak. Nou, dat weten we nou ook weer. Goed, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.